Hoi, het is vandaag 26 mei en dit is weer een update van mijn moestuin. Het gaat nog steeds heel goed met mijn sperzieboom. Ik kreeg de tip dat je de sperzieboom beter niet kan aanraken. Maar hier hangt hij. En er is ook een tweede opkomst en die zie je hier zo tussen de blaadjes. Je ziet wel dat deze tak het zwaar begint te krijgen met de sperzieboom eraan. Die hangt een beetje naar beneden. Dit is mijn cherrytomaat. Daar gaat het ook heel goed mee. Ik ben benieuwd wanneer daar bloemetjes in komen, want daarna komen de tomaatjes. Rucola ben ik niet heel tevreden over, want dat is een klein, ja, toch nog een klein beetje mislukt als je het zo ziet. Want hij groeide eerst heel goed en nu is hij toch wel verschrompeld. Dit is doperwt. Ik ben heel benieuwd wanneer de doperwten aankomen, want ik zie daar nog niet zoveel. Je ziet wel dat hij heel veel nieuwe blaadjes aan het maken is. Dus hij groeit wel. Nou, hierachter is broccoli. En broccoli heeft of te veel water gehad of te weinig, maar die is helemaal weg. Dit is het venkelplantje, die groeit nog steeds. Peterselie, die groeit veel te hard. Kijk, die komt helemaal potje uit. Oh, dit is andijvie. Andijvie is goed gegroeid, vooral deze twee plantjes. Dat gaat heel erg goed. En die mogen denk ik binnenkort in een van die buitenbakken gaan staan. Dan kunnen ze nog meer groeien. En wortel. Daar gaat het ook nog steeds goed mee. En dit zijn mijn spinazieplantjes. Je ziet hier allemaal witte dingetjes op de grond. Maar dat komt uit die boomzetten. Het is een soort bloesem. Maar het ziet er heel goed uit met de plantjes. Ze zijn goed stevig. En ook één buitenwortel heeft het nog steeds overleefd. Ze zijn hele sterke. En ik ga vandaag ook eens een keer een beginnetje maken met het opzetten van de kas van de Action. Het is 25 mei geweest, dus dat betekent dat IJsheilige voorbij is. En dat houdt in dat in principe zou het nu niet meer vriezen 's avonds. En dat houdt in dat al je plantjes lekker naar buiten kunnen. Dan moet je natuurlijk altijd blijven opletten dat ze niet te erg verregenen. Of dat ze niet verbranden in de zon. Maar in principe is het nu veilig. En dit zat er in de doos. Een aantal rekjes. Ik denk dat dit voor de opbouw is van de staanders. Een aantal plastic plankhoudertjes. En de boog voor de bovenkant van de kas. En dit ding, een stokje. Geen idee waar die voor is. Dit is de handleiding. En het ziet er hier weer veel makkelijker uit dan dat als ik deze hoop zie met spulletjes. De tekst is wel heel makkelijk. Leg alle hoeken en buizen voor het frame op de grond. Verbind de hoeken met de buizen. Vouw de folie uit. Trek de folie omhoog en de kas is klaar. Nou, zo zal het vast niet gaan. Als ik de tekening zie, moet ik eerst drie buizen aan de onderkant en twee plasticjes aan de buitenkant. Eén erin. Twee erin. Drie erin. En nummer 4. Nou, dat ziet er mooi compact uit. Dan op elke hoek 4 kortere buizen. Zo. En dan deze er bovenop. En dan gaan we aan de volgende laag beginnen. Zo, en nog een laag er bovenop. En voor degene die oplet, ik ga nu al de fout in. Kijk, die zijkantjes moeten het puntje naar beneden wijzen. Bij mij wijst die omhoog. Dus ik ga het even herstellen. Zo, weer opgelost. Volgende laag. Zo, ik heb hem inmiddels met potjes ingericht. Hier zat nog een plank in het midden, maar dan paste mijn potten er niet in. Dus die heb ik er tussenuit gehaald. En ik hoop dat dat kan met de stevigheid. Het cel trek je er zo meteen zo overheen. Er zit ook mooie rits in, dus kijk even naar wat de opening is. Oh, en daar staat hij dan. Nou, op dagen dat het heel warm is, want alle warmte blijft nou in die kast zitten, kan je de voorkant openritsen. Of als je je plantjes water gaat geven natuurlijk.
kan je deze oprollen. En dan kan je hem hierboven vastbinden. En dan is de hele verdieping vrij en kan de wind er doorheen. Zo, even roekela terugzetten. En dit is de kas. Ga ik hem voor vanavond weer dichtritsen. Want zeker vanavond is dan de eerste avond dat ze buiten blijven staan. En dan wil ik niet dat ze te koud hebben. Zo, en daar staat hij dan. Nog een leuke tip voor de ongeduldige moestuiners onder ons, zoals ik. Bij de Albert Heijn verkopen ze nu aardbeienplantjes voor 6 euro in de bonus. En kijk, daar zitten al aardbeidjes aan. Dus dan hoef je niet zo lang te wachten. Het makkelijkste blijft natuurlijk gewoon een bakje aardbeien kopen. Maar hoe leuk is het om zelf van je eigen plant iets te plukken. En als laatste laat ik graag mijn theeplantjes zien. Dit is Camilla, daar gaat het heel goed mee. Tijm. Dit is... Even spieken. Dit is anijs. En dit is venkel, daar gaat het ook heel erg goed mee. Bij de kruiden is nog niet veel opgekomen. Behalve deze. En ik zou weer terug moeten zoeken hoe die heet, want hier heb ik geen stickertjes op geplakt. Maar ik laat het lekker groeien en dan zie ik het vanzelf. Wel heel leuk om nou dat ik het kastje vanuit huis ook zo kan zien. En daarachter in die tweede bak staat dan nu die aardbeienplant. En hier recht voor de citroenmelissen. Dit was hem weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot snel weer. Doei doei!